Patrick, de score is nog niet bekend, maar wat is jouw gevoel? Nou, ik moet zeggen, ik had eigenlijk een heel goed gevoel. Het losrijden ging eigenlijk al beter als gisteren. En ik had echt het idee dat ik het een beetje meer open had en een beetje meer gelaten had. Maar ik kreeg wel echt te veel dure fouten. Dus ik weet niet hoe het aan het eind van de streep helemaal overblijft. En ik was eigenlijk hartstikke blij met hoe die liep. En ik had het ook niet allemaal aanvoelen komen eigenlijk dat onderweg nog zo in de galop eigenlijk dat ik zoveel fouten ging krijgen. Dus ik ben zelf ook benieuwd. Kun je ze achteraf verklaren? Nee, eigenlijk nog niet helemaal. Ik heb wel eens een keer vaker wat haperingen gehad in mijn galopgedeelte. Maar ik had nu echt wel het idee dat ik hem eigenlijk aardig goed over de rug had. En dat ik het aardig goed aan elkaar had. En dan raakt hij toch een beetje kwijt. Dus ik moet een beetje zeggen, misschien dat het ook wel te maken heeft met mijn niet ideale voorbereiding die ik heb gehad. Maar ik voelde het eigenlijk op het voorterrein niet aankomen. Ik had het idee dat ik hem op het voorterrein mooi eraan had. Want de voorbereiding kwam door? Nou, ik was 2 weken op wintersport, dus dan is het al niet helemaal. Maar ik wilde deze wedstrijd eigenlijk echt niet laten schieten. Ik heb nog nooit met een paard gevlogen. Ik was hier nog nooit geweest. Ik heb eigenlijk al een paar jaar gehad. En ik wilde eigenlijk een keer heen, maar het is altijd net na de krokusvakantie. En dan gaan we wat met de kinderen skiën. Dus dit jaar dacht ik van, nou ja, ik ga het gewoon proberen. En we hebben hier natuurlijk nog wel een aantal dagen kunnen trainen. En ik moet zeggen, ik had niet het idee dat ik het in het losrijden niet goed genoeg voor elkaar had. Maar of het dan toch gewoon te maken hebt dat de voorbereiding niet is zoals anders. En dat je dan toch te weinig echt de proeftechnische dingen hebt. Nou, ik weet het niet. Ik vind het jammer. Ik had hier graag goed willen rijden. En ik had wel een goed gevoel over hoe die liep. Maar ja, de proef zelf, daar gaat het natuurlijk om. Wel een verschil van de sneeuw in de bergen naar de zandbak hier. Ja, inderdaad. Het was wel een groot verschil. We hebben op windsport ook wel heel mooi weer gehad. Maar dat is natuurlijk toch wel heel anders dan hier. En ik moet zeggen, dit is gewoon ook eigenlijk een cadeautje om mee te maken. Om hier een keer te kunnen rijden. Het is abnormaal om te zien hoe dat hier allemaal gaat. Hoe ze met die paarden omgaan. Het concours is fantastisch geregeld. De accommodatie is mooi. Dus ik wilde me toch niet ontnemen. Dus ik denk, ik wil het in ieder geval een keer meemaken allemaal. Dus het bevalt goed. Wat staat er voor jou de komende tijd op het programma? Nou, we moeten even kijken. Dit is natuurlijk aankomende week is natuurlijk Zetterbos. Dus ik weet niet of dat überhaupt haalbaar is met Chinook om daar eventueel te rijden. Ik moet zeggen, ik heb hem tussendoor in de tijd dat ik tussendoor op vakantie kwam of terug was en wegging hier, heb ik hem eigenlijk wel gewoon door kunnen trainen. En dan liep hij eigenlijk heel goed. Dus ik hoop eigenlijk dat het nog goed genoeg is. En we hebben woensdag nog een WK-selectie, heb ik met een 6-jarige. En daarna gaan we het buitenseizoen beginnen.